Praxair is een bedrijf dat wereldwijd industriële gassen produceert. Deze gassen worden gebruikt in de chemische sector, maar ook voor het verpakken van voedingswaren onder beschermde atmosfeer. En bijvoorbeeld in de medische sector, waar zuurstof wordt gebruikt in ziekenhuizen. We hebben recent 100 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe fabriek in Lillo, om zo onze capaciteit in Benelux te verdrievoudigen. Zo hebben we ook twee pijpleidingen gelegd om de fabriek in Zwijndrecht met deze nieuwe fabriek in Lillo te verbinden. Tijdens het leggen van die leiding hebben we meteen ook een glasvezelkabel meegetrokken, zodat de twee fabrieken ook elektronisch met elkaar verbonden zijn. Dat stelt ons in staat om de fabriek in Lillo vanuit ons controlecentrum in Zwijndrecht te besturen. Praxair is steeds meer dan 10 jaar geleden gestart met het volledig visueel voorstellen van uw installatie op schermen. Dat maakt dat drukmetingen, temperatuurmetingen, niveaumetingen via de nodige procescomputers binnenkomen op schermen. Alle operationele installaties zitten op een beveiligd netwerk waar de nodige firewalls tussen zitten, zodat het eigenlijk ook beveiligd is tegen externen die slechte bedoelingen hebben. Onze operator is in staat om te reageren op alarm, maar kan in geval van nood zelfs ook de installatie volledig stilleggen van op afstand. Vroeger werkten we heel veel buiten. We moesten bijvoorbeeld vroeger op een startknop ter plaatse gaan duwen. Nu starten we van binnenuit de machines op. Nu kunnen we ook meer van onze tijd, zeker 80-85% van de tijd, besteden we binnen in de controlekamer. We hebben daartoe ook gedegen opleidingen gekregen. De operators die reeds in dienst waren, hebben eigenlijk een opleidingsprogramma voorzien doorheen de jaren. Dat is een stap-voor-stap proces geweest. Zij hebben ook stap-voor-stap die data zien veranderen. Praxair heeft deze technologie in de Verenigde Staten reeds een tijdje ontwikkeld, waar enkele honderden fabrieken zijn aangesloten op een centraal controlesysteem. En we denken dat dat voor Europa ook de toekomst is om verder te kunnen investeren in de Benelux. De maatschappij evolueert, dus wij moeten ook evolueren. Dat is eigenlijk toch een constante uitdaging van deze eeuw.